Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born. We zijn hier vandaag in Dongen bij het Show Off Car Festival. Zien en gezien worden. We hebben hier helaas geen circuit, dus veel jongens zouden ook graag willen laten zien wat ze kunnen. Nou, dat kan hier niet. Dus we houden het gewoon bij de show van de auto's. En ja, dat gaat hier heel dag door. Ja, zeker mooi. Is goed aangepakt en ja, er is niks origineels meer aan eigenlijk. Is dat ook het mooiste, als mensen hem helemaal zelf... Ja, iets van een ander overkopen, ja, is niet zo geweldig, zeg maar. Je eigen ding erin vinden, dat is veel mooier. Vooral omdat je ziet dat heel veel mensen die hebben een eigen wil. Dus je ziet dat heel veel mensen die maken, zeg maar, iets van wat ze zelf willen. En dan zie je toch wel weer echt een verschil tussen wat voor merken ertussen staan. Nou, de ene die heeft weer een gekke kleur, een groene kleur. En ja, ik vind het gewoon echt geweldig. Even make heat melt. So get a ball and roll. Like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road. Zo, die is alweer bijna helemaal spik en span. Ja, klopt. Dat is ook belangrijk, hè? Ja, zeker. Een bijzondere auto, hè? Wat maakt deze auto nou zo mooi voor jou? Ja, het is altijd mijn droomauto geweest, dus en door die films Fast and the Furious is het eigenlijk een werker geworden. Wat maakt er nou zo'n mooie auto voor jou? Nou ja, de look ook. Ik ben ook grote fan van Fast and Furious. Dus ja, van Brian O'Connor of ja, de Supra, dan... Zeer plezant, echt wel. Ja, het is de eerste keer dat ik eigenlijk naar zo'n automeeting ga. En ik heb me echt wel geamuseerd vandaag. En waar kom je vandaan? Staabroek in België. Dat is een stukje rijden. Ja, dat is nog wel een stukje terug. Een uurje rijden ongeveer. Ja. Ja, wat maakt het nou zo'n mooie hobby? Ja, je ontmoet heel veel mensen, hè? Allemaal dezelfde passie en het racen erbij ook. Ja, want een auto is niet gemaakt om stil te staan. Nee, ja, je hebt showwagens of je hebt racers. Dus, en hier zie je beide, alleen ja, hier heb je geen dragstrip of zo op het moment. Dus. Het leukste vind ik eigenlijk als er verrassende dingen zijn. Die eend die daar aan de voorkant staat, dat vind ik eigenlijk een van de leukste dingen die er zijn. Dingen die je niet helemaal verwacht. Ja, precies. Ja. Welkom hier op het Krabbenvoor in Bergen op Zoom. Krabbenvoor is een vierdaagse evenement hier in Bergen op Zoom. Een evenement voor jong en oud. Met meer dan 400 kramen, heel veel muziek, heel veel bands, met alles erop en eraan. Ah, wel mijn muziek, ja. Ja. Vindt u er mooi aan? Ik was er gisteren ook al, ik hou van country, ik hou van alles. Leuke kraampjes en zo, maar wel minder dan een paar jaar geleden. Okay. Je bent een kenner? Ja, ik kom elk jaar weer terug. En waarom? Ja, gewoon omdat het gewoon gezellig is. Leuke winkels hier, een mooie oude stad. Erg druk. Houd je ervan? Nee, niet echt. Het is niet mijn ding. Maar ja, ik moet met mijn vrouwtje mee. Hè. Zelf de krabben voor. Want? Gezellig gewoon en nieuwsgierig. Snuffelende kraampjes. Het is wel heel druk, hè? Ja, maar daar hebben we nog niet echt last van. Waar wacht u op? Op de dames.
Want? Want die zijn aan het winkelen. Het is ook altijd hetzelfde, hè? Altijd hetzelfde liedje. Ja. Ja. Maar we mochten mee, dus... Wel vrijwillig meegegaan? Vrijwillig meegegaan, helemaal vrijwillig. En waarom gekomen toch? Toch, ja, voor de braderie. Wij komen hier jaarlijks en... De Krabbenvoorst vinden wij een van de mooiste braderieën in de buurt, dus... Nou, de mensen en de gezelligheid. Ja, is het echt zo gezellig? Ja, heel. Wat maakt het dan zo gezellig? Nou, de muziek en niemand heeft hier bijna ruzie, dus... Ja, dat... dat vind je belangrijk? Ja, heel belangrijk. Vindt u er mooi aan? Ja, gewoon gezelligheid en de muziek. Laat maar horen, vrouw. Dat is echt gewoon geweldig. Bent u speciaal? Hey, hey, moeders! Den Bosch, laat jullie één keer horen! Ik ga goed. Ik ga lekker, maar niet de burner. We zijn op New School Fest in Den Bosch, man. En New School Fest, dat is? Een hip-hop evenement in Den Bosch. Voor lokale acts. Die zetten we in het voorprogramma neer van de grotere artiesten. Vandaag hebben we Jos Silvio, Moola B en zo. Daar zijn we heel blij mee. Hip-hop evenement, man. Lopen met zakken vol guap en een hoofd omhoog. Hey, nu wil je naast de boy lopen met jongens die spenden geen zwek. Kijk in mijn ogen dan. Kijk of ik liegen kan. Kijk of ik twijfel als ik zeg dat ik in mijn eentje jouw feestje bezieken kan. Zwek. Moet zorgen dat ik leven zal. Zorgen dat mama's aan de malen kan. Zorgen dat kosten wat kost, mama trots is op boven en jong en die falen zal. Nou, dat is wel gezellig. Ik heb het heel erg naar mijn zin, want ik woon zelf in Zaandam. Maar mijn nichten hebben gezegd dat ik hier toe moest komen. Het is echt heel leuk. Hoe is het hier vandaag? Ja, ik vind het wel een beetje muf. Het is mijn eerste keer hier, maar ja, ik had wel wat meer hype verwacht. Wat vond je net van Wolf? Ja, ik vond wel dat hij het leuk opprobeerde te hype en zo, was wel leuk. Maar het is wel, ja, ze proberen het wel gezellig te maken, maar het publiek mag wel meer hype zijn dan. Ik vind het kapot tof! Ik doe een shout-out naar mijn moeder! En naar mijn moeder en al mijn bitches in haar dag! Shout-out naar Claudia en Jamie! Let op je wife en je kids. Hey. Boef is geboren voor dit. VVDQ is mijn klik. Ja. Ik hoef geen oorlog op niks. Maar let op je wife en je kids. Het is super gezellig. Deze XL is de derde keer, derde editie. Was poelen. We gaan helemaal kapot maken hier zo. Ik ben gewoon lijp op dit. Springen. Als je springen, dan baal je springen. Nou, kun je springen, dan baal je springen. Als je springen, dan baal je springen. Ja, het is super gezellig, super gezellig. We hebben het zeker naar ons zin. Vanavond komt Moola B en Jo Silvio, dus dat zijn wel de hoofdlijns vanavond. Dan gaat het los. Ja, zeker man, zeker. Allereerst de muziek, mensen. Weer. Het begint langzaam ook wel een beetje los te komen. Heb je zelf ook al gedanst? Ja, heel veel. Ben je nu vooral voor de muziek of om jongens te kijken? Ik heb een vriend, dus voor de muziek. Is hij voor mij? Ja, hoe hebben jullie het hier vandaag? Ja, superleuk. Ik heb hier eerst gewerkt en toen kwam zij en nu ben ik vrij en nu. Ik vind het echt gezellig. Nog geen plannen dit weekend? Hier weer een aantal leuke tips.
Zin in wat sensatie? Dat kan je van 4 tot en met 13 augustus vinden in Park Hilaria in Eindhoven. Met meer dan 100 attracties is de Kennedylaan omgetoverd tot een pop-up pretpark. Liever met voetjes op de grond blijven, er zijn ook attracties van vroeger, thematerrassen en optredens. In Rijsbergen is zaterdag de Boerendag. Een nostalgisch evenement waarbij je je waant in het Brabant van 60 jaar geleden. Er is natuurlijk een braderie, maar ook een circustheater. En wat dacht je van een stoelendans met boeren en Belgische trekpaarden? Hoogtepunt is de historische optocht met Belgische paarden en aangespannen karren. En trek je cowboylaarzen maar aan, want het oudste countryfestival van Nederland is er weer, zaterdag en zondag in Oorschot. De markt is omgetoverd tot een dansvloer van maar liefst 200 vierkante meter. Lekker dansen dus en genieten van de beste countrymuziek. Jouw evenement ook in Zinderend Zuiden? Mail ons dan. evenementen@omroepbrabant.nl.